Laatste waarschuwing. Drafbaan vrijmaken alstublieft. Derde koers, Bertus Riemprijs. U hoorde even geleden Anneke Hendricks. En die gaf toch wel hele interessante informatie over met name 1000. En over So Bold. So Bold, paard dat toch in de derby heeft gelopen. Vrij onervaren, maar zeer talentvol. En 1000, die hier de laatste keer als een haaste vandoor ging. En in de laatste bocht een ruime voorsprong had op het veld. Ze redde het net niet, ze werd derde. Maar de afstand is nu een 100 meter korter. Bianca heeft de opdracht om het weer te gaan proberen. En ja, we hebben er wel redelijk vertrouwen in dat 1000 het misschien eens kan uitzingen vandaag. Voor de code 2,50. Maar de 1 favoriet 2 euro. De 6 nog 5,70. Dat is de favoriet van de Travensport. Dat is een paard met stabiele verrichtingen. Ja, tweede geworden op Duindicht. Anne van der Troost, jockey in vorm. Dus dat is absoluut een kandidaat. Dus voor de spelers, onze tip. Ik zal het eens proberen met een trio rond 1,56. Voor 3 euro in te vullen met een inzet van 2/4. Succes! Gaat vlot. 3 te gaan. So Bold moet er nog in. Als mede 3 Crowns en Daydream. Twee te gaan. 3 Crowns zal de laatste zijn. Three Crowns neemt plaats. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Bertus Riemprijs. En het is in het midden van de baan Daydream die de leiding heeft genomen. Heeft een halve lengte voorsprong genomen. So Bold op de tweede plaats. Aan de buitenzijde 3 Crowns. Dichterbij aan de binnenkant Solar Pocket. En dichtst bij de reding volgt dan Lucky Babe. Deze worden gevolgd door 1000. En laatste van het peloton is Sash of Honor. En de paarden gaan de bocht in. En bij het indraaien van de bocht leidt Chrissy Borroquest met Daydream. Die heeft een lengte voorsprong op de tweede plaats. Zien we aan de buitenzijde dan Solar Pocket. Aan de binnenzijde Lucky Babe met verder weg in het veld 3 Crowns. Daarachter volgt dan 1000 en op 3 lengte is het Sash of Honor. Paarden aan de overkant van de baan hebben nu nog 1300 meter koers voor de boeg. Met Daydream die nog altijd leidt. Daydream bepaalt het tempo met 2 lengte voorsprong op Lucky Babe. De derde positie voor Solar Pocket. De vierde plaats is voor 1000. Die schuift een half plaatje op. Daarachter volgt dan 3 Crowns. En achter 3 Crowns is het So Bold. En Sash of Honor is nog altijd de backmarker. Als de paarden het laantje van Jochems rechts achter zich hebben gelaten. En we de laatste bocht aansturen met nog altijd Daydream als leider. Daydream die heeft het veld nog altijd achter zich als ze dan de bocht indraaien. Lucky Babe op de tweede plaats en daarachter volgt aan de binnenzijde dan 1000. Dat zijn de best geplaatste paarden op dit ogenblik. So Bold die moet een plaatje laten vallen. En aan de buitenzijde daarvan volgt dan Solar Pocket met 3 Crowns. En daarachter volgt Sash of Honor. Paarden komen de laatste bocht uit en in de laatste rechte lijn zo dadelijk is het op dit ogenblik nog altijd Daydream. Met dichterbij aan de buitenzijde Lucky Babe. Lucky Babe.
Babe, die gaat het initiatief nemen. Lucky Babe heeft een 2-3 talenten voorsprong genomen op het peloton. Session van haar die komt aan de buitenzijde naar voren. En ook Three Crowns meldt zich aan de binnenkant. Is er ruimte voor 1000 en we zijn in de laatste 300 meter. Lucky Babe en Caroline Breuka heeft de leiding. Heeft 3-4 lengte voorsprong. Op de tweede plaats komt Session van haar met aan de binnenkant 1000. Maar dit wordt de eerste overwinning voor Carolina Brevka. En ze wint hier met Lucky Babe naar de tweede plaats. Session van haar close voor de derde plaats. Aan de binnenkant hebben we 1000. Aan de buitenzijde daarvan Three Crowns.